Nog een paar maanden en dan gaat het WK voetbal in Brazilië van start. Wist jij trouwens dat er elke 4 minuten een bos zo groot als een voetbalveld verdwijnt door ontbossing? Met deze boodschap van Twente-keeper Nick Marsman moeten de amateurverenigingen warm gemaakt worden om zich in te zetten voor het WNF. Het goede doel prijkt al op het shirt van FC Twente, maar nu wordt de samenwerking verder uitgebreid. Nou, vandaag wordt gevraagd aan alle clubs in Twente die convenantclub zijn van FC Twente om mee te doen aan een actie van FC Twente en de hoofdsponsor Ximo om het Wereld Natuurfonds te ondersteunen. De actie is om niet alleen straks hartstikke mooi te gaan sporten in Brazilië, maar ook een stukje natuur te behouden daar. WNF is natuurlijk gewoon een partner van FC Twente en is ook de ideale gelegenheid om te kijken of WNF niet alleen bij FC Twente nadrukkelijk de samenwerking kan zoeken, maar ook kijken bij de amateurclubs hoe ze dat over de bühne kunnen krijgen. En het is een mooi project en daarom juichen we het ook toe dat we ook hun het podium bieden wat ze verdienen. De actie loopt tot 1 mei en is een competitie op zich. De amateurclub die het meeste geld inzamelt wint een mooie prijs en helpt mij het Amazonegebied te behouden. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? Nou, het grootste bos ter wereld staat in Brazilië, het Amazone regenwoud. Dat is eigenlijk een soort thermometer voor het internationale klimaat. Als het bos verdwijnt, dan raakt de thermostaat ontregeld. Dan kan je nagaan wat er gebeurt hier ook in Twente. WNF moet je niet doen omdat het je opgelegd wordt, maar omdat het je aan het hart gaat. Nou, ik denk dat amateurclubs en kinderen ook altijd denken aan de natuur en dat je denkt aan iets achterlaten. En daarom is WNF denk ik ook een goede partner voor de amateurclubs.